weten, zinkt een ei in het water, want die is zwaarder dan het water. Dus laat maar zien. Ja, hij is gezonken. Dan halen we hem even uit. En wij willen dan proberen om het ei te laten drijven en daar doen we mee met zout. Er moeten 5 theelepels in. Nu de laatste. Gaat nog wat extra in voor de zekerheid. Even roeren. Dat heeft al het zout oplost. En het ei gaat nu erin. En als het goed is, blijft hij drijven. Ik weet niet of. Ik zeg dat hij drijft. Ik zo. Ja. Hoi. Maar hoe werkt dit, mannen? Er zitten piepkleine deeltjes in het water, moleculen. En het zout komt dan in die moleculen. En dan wordt het water dus zwaarder en kan het ei tillen. Zelfde als de dode zee. Zelfde als? Ja, de dode zee. Daar blijft ook alles drijven.